Ik ben Jan Burgmans, 57 jaar oud op dit moment. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. Ik woon mijn leven lang al in Bergijk, zeg maar. Ik ben werkzaam bij Wilvo Metaalbewerking, sportminded bedrijf. En ja, ik heb het goed naar mijn zin daar. Ik werd benaderd door jullie om een verhaal eens een keer te doen over het wielrennen, hoe ik dat beleefd had in het verleden. En ja, het is voor mij natuurlijk een hele tijd geleden dat ik nog actief was in het wielrennen, zeg maar. Maar ik vond het wel leuk dat ik die uitnodiging heb ontvangen en ik wil er graag aan meewerken. Talenten had ik, ik denk, een beetje van mezelf. Mijn vader en mijn oom en mijn neven fietsen ook allemaal. Dus het fietsen zat in de familie wel een beetje erin. Maar ik was wel een vurig mannetje vroeger, zeg maar. Dus, en ik had ook nog geluk dat ik nog redelijk wat talent had. Vooral in de criteriums, zeg maar. Kon ik mijn mannetje wel staan en vond ik altijd wel leuk. Ik zeg al, mijn vader en mijn oom die wielrenden bij de NWB in Limburg. Dus wij gingen als gezin, zeg maar, gingen wij zondags de koers daar rijden. Dus dan ben je als jong kind, zeg maar, ook al vaak op het wielrennen aanwezig. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. En ik heb gefietst van 76 ben ik begonnen tot 78. En toen ben ik eigenlijk weer een tijdje gestopt. Toen heb ik ook een tijdje gevoetbald. En daarna heb ik het fietsen weer opgepakt. Dat klopt, de fiets van mijn vader was te groot en ik had toen met Sinterklaas, zeg maar, kreeg ik een sportfietsje, een rentfiets, zeg maar, eigenlijk gewoon een stadfiets in de vorm van een rentfiets. Ja, en al gauw werden daar de spatborden vanaf gehaald, zeg maar, en had ik mijn eigen racefiets waar ik mee aan de gang ging. Ik ben toen bij de jeugd gaan rijden, zeg maar, wedstrijden. En ja, ik was toen nog niet echt een winnaar, zeg maar. Het was nog een beetje zoeken voor mij en een beetje aftasten. Maar ik kon toch wel mijn prijsjes rijden. En later ging het steeds beter en werd het steeds leuker om te doen. Dus de prijzen kwamen meer en meer en de overwinningen kwamen eraan. Dus dat was wel leuk, ja. Dat klopt, ik was een jaar of 12 en ik won mijn eerste wedstrijd in Deurne. En ja, ik had daar mijn eerste bloemen en ik weet nog goed, ik kwam terug bij mijn vader, bij de auto. En ik gooide die auto, met de bloemen op de auto en ik zei, ja, nou heb ik gewonnen, nou stop ik ermee. En ik kwam, zo gezegd, zo gedaan, en ik kwam maandags uit school en ik kwam thuis en mijn racefiets, alles was weg. Dus ik stond zo van, ja, wat is er aan de hand? Ja. Zei mijn vader, je stopte toch? En ja, toen ben ik ook gestopt ook. En die tijd mocht je dan al eens een keer naar de disco, zeg maar. Dus het fietsen, dat trok me al niet meer zo. En leerde wat vrienden kennen die voetbal. En ja, toen ben ik toch nog een tweetal jaar aan het voetballen geweest ook nog. Voetballen ging ook niet slecht. Ik kon redelijk lopen en ik stond in de spits, zeg maar. Dus ik was ook daarin wel fanatiek. Dus ook dat, daar kon ik wel mijn mannetje staan. Ja, dat was ook wel leuk. Op een gegeven moment, wij gingen altijd met de familie, zeg maar, op zaterdagochtend gingen wij bij een oom van mij koffie drinken. En oom Karel. En de zonen van hem, Huub en John, ook twee bekende wielrenners hier in de regio, zeg maar, die fietsen toen nog. En op een zaterdagmiddag nodigden ze mij eigenlijk een keer uit om nog eens een keer mee te gaan trainen. Dus ik had daar een oud fietsje gepakt en een oude koersbroek aan gedaan. En dan was ik een zaterdagmiddag mee geweest te fietsen. En ja, 's maandags was ik weer helemaal verknocht en ben ik naar Lommel gereden, naar de Kwant. En daar heb ik weer nieuw materiaal gekocht. En het fietsen was weer een feit, zeg maar. Ik was weer begonnen. Ja, de fiets. Ik had toen de tijd, TI Rally was een bekende ploeg en ik had toen een TI Rally fiets gekocht, zeg maar. En in eerste instantie ben ik toen weer gestart bij de recreanten, hier regionale wedstrijden, recreanten rijden, zeg maar. Ik moest nog in militaire dienst. In 82 heb ik toen gezegd van, nou, dan ga ik een jaar recreant rijden, kijken hoe het begaat, of het nog allemaal kan, of het nog allemaal lukt. Dan ga ik 83 mijn dienstplicht vervullen en in 84 ben ik eigenlijk bij de amateurs weer begonnen.
Nee, in militair dienst zeg maar, had ik niet de mogelijkheid om, om te fietsen, omdat ik op recreant niveau zeg maar, fietste. Ik had al wel mijn racefiets meegenomen. Ik had al wel een afspraak als de andere jongens naar de gym gingen en lichamelijke oefeningen en daar, dan mocht ik gaan fietsen. Zeg maar. Zover had ik het al wel gekregen. Dus ik kon daar wel een beetje trainen. En na mijn diensttijd in 1984 ben ik weer eigenlijk bij de amateurs gaan rijden. Ik werkte in die tijd al, zeg maar, ik had toen wat spaargeld. Ik woonde thuis met mijn vader, dus ik had niet al te veel lasten. Dus ik had wat geld en ik kon daar een fietsje van kopen. Destijds waren de fietsen nog niet zo duur als nu tegenwoordig, zeg maar. Dus fietsje gekocht en wat tweedehands kleding erbij gezocht. En de fiets kon weer beginnen. Mijn allereerste fietsje wat ik ook bij de Kwant kocht, zeg maar, dat was iets van 7.500 Belgische frangen. Ja, teruggerekend was dat 521 gulden. Dus ja, de fietsen in die tijd waren al niet zo heel duur. Maar die TI Rally fiets, ja, was al dat geweest zijn. Ik denk als je die voor 800-900 gulden toen de tijd, ja, dan hadden we al een goede fiets. Ja, kleding, dat was een beetje van wat er nog lag. Een beetje van mijn pa, een beetje van mijn oom, een beetje van mijn neef, zeg maar. En dat was gewoon even kijken wat er was. Ik had toen wel bij mijn TI Rallyfiets zeg maar, een shirtje erbij gekocht. Omdat dat toch een beetje in geheel was, zeg maar. Want ja, dat vond ik altijd wel belangrijk, dat er wel netjes op stond als wielrenner. Toen ik in het begin opnieuw begon, had ik zo'n wollen TWC de Camper hier op het programma. Zo'n wollen broek was, ja, dat weet ik wel. Als het dan geregend had, dan had ik bretels wel nodig, anders sta ik niet af. Hè. Echte toekomstdroom had ik toen niet. Ik vond het fietsen leuk, zeg maar. En dat kwam eigenlijk vanuit het verleden, omdat ik het al eens vaker gedaan had. En toekomstdromen, ik had mijn werk. Naast mijn wielrennen, zeg maar, had ik ook mijn werk. Dus ja, ik heb nooit niet echt toekomstdromen gehad om beroepsrenner of dat te worden, zeg maar. Op dat niveau heb ik het nooit niet zo gezocht. Ik was een beetje criterium specialist. Ik vond de rondjes rond de kerktoren, dat vond ik het mooiste. Het publiek een beetje vermaken, zeg maar, een beetje sensatie maken. Dat was ambiance, dat was leuk. Ja, en naast mijn werk was dat goed te doen, zeg maar. Kijk, als een klassieker, ja, dan moet je toch iets meer voor trainen, iets een langere afstanden rijden. En ik moest mijn trainingsuurtjes in de avond maken, dus wat dat betreft, klassiekers, dat was niet zo mijn ding. TWC De Kemper was natuurlijk een van de grote clubs hier in de omgeving. En renners van alle niveaus, zeg maar. Zelfs tot beroepsrennersniveau. En er was goede begeleiding zat daarin. En trainingswedstrijden met de club werden georganiseerd. Gezamenlijke inschrijfavonden waren er. Dus wat dat betreft werden de jongens wel goed begeleid daarin. De begeleiding was best wel vrij, zeg maar. Je bepaalde zelf de wedstrijden waar je naartoe ging. Later bij de amateurs, dan werd er door de club wel eens een wedstrijd ingeschreven. Belgisch Limburg was zo'n wedstrijd waar je dan... daar wou de club natuurlijk wel met de beste renners naartoe. En als je dan mee mocht, ik ben er ook een aantal keren mee meegegaan, zeg maar. Dan kon je het een beetje proeven van hoe het bij de beroepsrenners ongeveer zou gaan. Dat was toch een heel andere wedstrijd als de criterium die ik gewend was. Er werd wel heen gekeken. Hè. Sommige jongens die konden goed klimmen, sommige jongens dat waren echt sprinters. En ik was niet zo'n klimmer. Ik kon wel een bergje op, zeg maar het was niet aan mij echt weggelegd om een klimwedstrijd te winnen. Ik moest het meer hebben, zeg maar, van het harde werk en van uiteindelijk de laatste jump in de sprint nog. Dat ging bij mij niet... Niet al te best, maar ik wurmde mezelf naar boven en dan was ik altijd blij als ik boven was dat we weer naar beneden konden. Want daar riskeerde ik dan weer alles om toch maar weer bij het peloton of bij de kopgroep te blijven, zeg maar. Voor mijn gevoel, als ik terugkijk, zeg maar, dan heb ik de meeste wedstrijden toch wel in een sprint gewonnen. De solo-wedstrijden waren bij mij niet zo weggelegd. Ik kon niet zo goed alleen rijden. Ik kon best alleen rijden, maar dan moest er nog iemand in mijn wiel zitten. Dan hoefde ik de kop niet over te nemen. Maar als je maar in mijn wiel bleef zitten, vond ik het prima. Maar als ik zo gauw alleen kwam, dan sloeg de paniek een beetje toe van hou ik het wel vol en is het wel te halen. Maar ik heb wel wedstrijden gereden, zeg maar,
waar bijvoorbeeld heel Varenbeek was een ronde. Daar ben ik vanaf de tweede ronde weggereden. En ja, ze hebben me niet meer teruggezien. Ik heb 90 kilometer alleen gereden. Ik heb het peloton gedubbeld. Ik ben van het peloton ben ik naar de kopgroep gereden. Daar hadden we een ploegmaat in. En ja, ik kwam over de streep bij de overwinning. En de peloton en de tweede groep, zeg maar, ja, die moesten nog een ronde. En toen stond ik alweer bij speaker, bij Jan Peters aan de micro. Dus het kon wel af en toe, maar ja, het was niet mijn favoriete ding. Ik keek liever af en dan ja, de laatste jump nog in de sprint eroverheen te gaan. Ik denk wel dat dat bij alle soorten renners een beetje speelt. Ja. De een is gespecialiseerd in sprint en daar vertrouwt hij op. De ander weet van, ja, ik kan niet sprinten, dus die laatste 5 kilometer wil ik alleen rijden. Ik denk wel dat dat bij heel wat renners zeg maar, in het hoofd speelt. Veldrijden, ja, dat heb ik wel eens een keer geprobeerd. En ik moet zeggen, dat was geen succes. Daar had ik een schurftekel aan, omdat er de zand heen te ploeteren. Ik heb denk ik in mijn leven 2 veldritten gereden. En toen heb ik gezegd van, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat was niet mijn ding. Ik de kou heen en door de modder heen. En ik heb eens een wedstrijdje gereden samen met Wim Dams. Wim was wel echt een veldrijder, zeg maar. Die ging op volle snelheid overal door. Maar nee, ik vond daar niks daar een beetje door die bos heen. Nee, er was geen bel van premies. Er was niks. Dat was niet mijn ding. Ik hield meer van sensatie. Mijn trainingsuren dat waren in de avonduren, zeg maar. Ik ging dan, destijds reden wij nog altijd in Pilis. 2 avonden in de week was daar een flinke groep aan trainen. Dat was op wedstrijdniveau. En in het voorjaar dan moesten we natuurlijk wel hard trainen om in vorm te komen. En ja, dan was vaak mijn vader, zeg maar, die ging s'avonds met de auto mee. Dan reed hij voor. En dan draaide ik in de avonduren 100 kilometer achter de auto eruit, zeg maar. Maar ja, dat ging dan op hoge snelheid. En ik weet nog wel, dat ging dan door de Pilis naar Luik-Schessel, daar draaiden we om. En dan weer terug door de Pilis naar de Webels. En zo maakte ik mijn kilometers en mijn snelheidtraining allemaal in de avonduren. Dat kon redelijk pijn doen, ja. En vooral mijn vader die deed er een schepje bovenop door met de auto zeg maar, veel te hard voorbij te komen. Dus ik moest volle bak elke keer aanzetten om aan de bumper te komen. En als ik er helemaal aan zat, dan ging het wel weer, want die klep stond open. Zeg maar. Dus dan hadden ze een tentstok onder gezet. Dus ik zat volledig uit de wind, muziekje aan. En ja, zo draaide ik dan in 2 uur tijd 100 kilometer in de benen, zeg maar, op snelheid. Dus, de Pilis is het hoogste punt van Brabant, dus dan ga je nog een beetje bergop, zeg maar. En ja, van achter naar de Pilis, naar Luik-Schessel, is het dan wel misschien weer een beetje bergaf. Maar achter de auto is het natuurlijk wel te doen, want dan word je meegezogen. Maar het ging mij, zeg maar, om de kilometers in de benen te krijgen en de snelheid. Dat was wel belangrijk. En vooral op die criterium, zeg maar, dat je die snelheid in je benen hebt. Ja, 85 was dat, ja. 1985 won ik de gele trui in Duizel. Ja, het was een hele mooie wedstrijd. Het was ook weer een beetje regenachtig weer. En dat was wel een beetje mijn weer. Want als het gauw was regenen, dan gingen bij mij alle remmen eraf. En de bochten die gingen gewoon volle snelheid. Sommige renners zeiden van, ik snap niet hoe jij door die bocht heen komt. Ja, ik had er een klein trucje voor. Ik deed bij regenweer, als ik wist dat er slecht weer voorspeld was, dan begon ik zaterdagavond al mijn banden te prepareren met azijn. En dan net voor de wedstrijd, zeg maar, dan maak ik ze helemaal nat met azijn. Waardoor het rubber heel stroef wordt en dat je de bochten, zeg maar, zelfs met regenweer bijna volle snelheid kunt pakken. We hebben in Maarezen is ooit geweest met een profronde van Maarezen. Er was een tankstation op de hoek en er was regenachtig weer en er werd spiegelglad. En ja, er was elke ronde was daar een valpartij. En toen hebben ze de wedstrijd stilgelegd en hebben ze bij de lokale frietent zijn ze een paar emmers azijn gaan halen. En die hebben ze daar over de weg gestrooid, zeg maar. En met harde wegers helemaal erin gepoetst. En toen kon de wedstrijd weer verder gaan, zeg maar. Vroeger, als we ooit pijn aan de knieën hadden, lichte ontsteking, dan pakten we een washandje en deden we een beschuit in. En die doordrenkten wij met azijn. En dan legden we op hoe knieën, zeg maar. En dan deden we er een handdoek of verband mee en liet je 's nachts zitten. Het was gewoon om een ontsteking en dergelijke zeg maar, uit de knie te halen. Nee, ja.
Dave Das was ook een jongen uit Berkijk, zeg maar. Daar heb ik wat veel mee gefietst. Heb. Wim Daams was een van de jongens. Jan Slendenbroek had je toen. Twanneke Veldhoven kwam ook nog uit Berkijk, zeg maar. Berkijkse renner. Was het ook een redelijke renner. Ja, en dan had je er nog meer. Tini Borgers was wel een van de bekende, zeg maar. Frank Kerst heb ik mooie wedstrijden meegereden. Mooie wedstrijd in Gerwe, weet ik nog. Dat was een heel mooie wedstrijd. Gerwe was echt een semi-klassieker parcours, zeg maar. En dat was ook wel mijn rondje. Het was een zware wedstrijd. Ook weer slecht weer, harde wind. En dan in Gerwe gingen wij achteraf over de landwegen. En het mooie was daar, die koers die won ik. En 2, 3 en 4, dat waren jongens van Halen, van Jo van Halen. En ik als clubrenner, zeg maar, won die wedstrijd. En dat was wel mooi toen. We zaten in de wedstrijd. Frank Kersten was gedemareerd, die was weg. En ik kwam weg uit het peloton en Tini Borgers, een ploegmaat van Frank, die ging mee. En wij komen, Tini liet mij het werk doen natuurlijk. En ik sloot aan bij Frank, zeg maar. Wij sloten aan met z'n twee bij Frank. En ik zat dus gevangen tussen twee Jo van Halen renners. En ja, ik wou toch wel die wedstrijd winnen. Dus op een gegeven moment ben ik die twee jongens tegen elkaar uit gaan spelen. Nou, ik heb gezegd dus tegen Tini, ik zeg, Frank wil zelf winnen. Ik zeg, en tegen Frank had gezegd, Tini wil zelf winnen. Dus op een gegeven moment, ja, die jongens die dachten van elkaar, van ja, ze willen allebei de koers winnen, weet je wel. Dus Frank demereerde en ik moet een gat dichtrijden. En Tini deed dan niks, maar ik kwam erbij. Ik zei, ja, hij rijdt een gat mee dicht, weet je wel. Ik zeg, hij wil zelf winnen. Dus op een gegeven moment, een van de laatste rondes, toen Frank was weg en ik ben naartoe gereden. En toen keek hij om en toen riep hij tegen Tini van, en nou jij dan? Dus Tini moest komen in de sprint. Ik denk, ja, dat is goed, want dan ga ik bij Tini. Dus ik zat bij Tini in het wiel. En Tini trok de sprint aan en ik was net iets sneller, dus ik klopte ze daar allebei. En dat was wel, ik heb nog foto's van Frank Kersten nog zo op zijn stuur slaat van, we hebben ons eigen in het pak laten doen. Dat waren wel mooie wedstrijden, ja. Nee, prof wielrennen. Kijk, ik had best wel talent. Er waren ook mensen die zeiden altijd in onze pa van, laat hem ophouden met werken, laat hem gaan fietsen. Hij heeft talent, hij kan makkelijk met beroepsrenners mee. Maar ja, beroepsrennen, dat trok mij niet zo. Ik vond, dat is toch een andere wereld in het wielrennen, zeg maar. Ik wist dat wel. Ik had natuurlijk al wat jongens zien vertrekken. Hè? Redelijk echt goede amateurs, zeg maar, zien vertrekken naar het profwereldje. En ja, je spreekt dan wel eens van die jongens. En ja, er waren dan bij de amateurs echt toprenners die er dan bij de beroepsrenners, ja, maar matig uitkwamen. En ja, het was toch wel een heel andere wereld, zeg maar, als het gewoon het wielrennen op het niveau waar wij dan deden. Het was... Nee, dat was niet mijn ding. In dat wereldje zou ik niet willen vertoeven, zeg maar. Ja, ik vond het, kijk, die criteriums, dat was gewoon leuk dat je het publiek kon vermaken. Ik had ook een hele supportersclub, zeg maar, die achter mij stonden, die elke week meegingen. En dan vond ik het leuk om voor die mensen die toch vaak ver moesten rijden met naar de koers toe, elke zondag maar weer. Vond ik het leuk om dan goede prestaties neer te leggen. En ik maakte vaak een praatje voor de wedstrijd met die mensen. Dat vond ik het leuke van het wielrennen. Het sociale contact, zeg maar. En dan de ambiance eromheen. En ja, als je dan nog af en toe op het podium kon staan, dan was dat wel leuk. Wielrennen is een klein wereldje. Alleen, ik moet wel zeggen, ik heb door het wielrennen, door de jaren heen, zeg maar, van het wielrennen, heb ik al heel veel mensen leren kennen. En waar dat je nou in het dagelijks leven nog wel vaak profijt van hebt. Maar dus dat je nog mensen kent en om eens iets te komen te weten of iets wil te vragen, zeg maar, dat je dan vanuit het wielrennen toch wel een aantal mensen op allerlei niveaus, zeg maar, hebt leren kennen. In 1991 ben ik inderdaad gestopt, zeg maar. En dat kwam eigenlijk zo omdat wij hadden een best wel hecht clubje. Toen de tijd reden wij bij Baby Dump en wij beheersten de koersen, zeg maar, in de omgeving. En ja, ik weet nog, Jan Slendenbroek, die ging werken, zeg maar. Die stopte met wielrennen. Dave, die ging wat minder.
Die was getrouwd, had inmiddels wat kinderen. Dat werd minder en zo werd allemaal een beetje minder. En de trainingen waren voor mij toen best wel zwaar om het op te brengen om nog steeds te gaan trainen. Ik had het natuurlijk al heel wat jaren gedaan. Ik was inmiddels zelf ook om mezelf gaan wonen met mijn huidige vrouw inmiddels. En ja, de trainingen, ja, dat was toch wel een hele opgave. Ook omdat je dus dagelijks 8 uur per dag moest werken. En daarnaast zeg maar, was ik op mezelf gaan wonen. En dan komen er ook dingen thuis bij die erbij komen. En ik kon het niet meer opbrengen om nog te gaan trainen. En toen heb ik nog een jaar aangemodderd om het zonder training te doen. En dat lukte nog een half jaar. Maar na 3/4 jaar, toen zei onze pa ook van, jongen, stop er nou maar mee. Want nou kennen ze me allemaal als een redelijk goede renner. En dadelijk rijd alleen maar achteraan. Dus toen heb ik de knoop doorgehakt en toen heb ik gezegd, ja, dan stop ik er maar mee. Mijn vrouw, zeg maar, ja, die ging ook wel mee naar de wedstrijden, altijd. Een mooie anekdote erin is wel dat wij moesten een keer naar Almere. Naar de tijdrit was het toen, van het Nederlands kampioen tijdrijden. En mijn vrouw had de avond van tevoren met het werk had ze een etentje. En ik had gezegd, ja, we gaan morgen naar de koers. En om 10 uur, of noemen we het 10 uur, rijden wij hier aan. Dus zorg dat je op tijd bij ons bent. En toen woonde ik nog thuis. En toen was het ergens 10 uur. En mijn vrouw was er nog niet. En ik was ook zo niet van, ja, dan ga ik even bellen, blijf je? Nee, het was 10 uur. En 10 uur was 10 uur. En dan vertrekt de trein. Dus wij stapten in de auto, speelden erin en wij vertrokken. En mijn vrouw woonde destijds 2 deuren langs mij. En die kwam net buiten. Toen wij net eigenlijk wegreden, zeg maar, en ja, dat hadden wij niet gezien, maar wij waren wel vertrokken, dus wat dat betreft, dat was wel, naderhand heb ik er wel wat van te horen gekregen, zeg maar. Maar mijn vrouw, die heeft natuurlijk ook zijn eigen hobby's en die is nu ook met een leuke hobby bezig, doet schilderen. En ze heeft ook een heel mooie schilderij gemaakt, zeg maar, van het wielrennen, van mij en wat collega wielrenners. En ja, dat schilderij hangt nou nog steeds bij ons in de kamer. Wielrennen, mind it was. Maar ze vond dat geweldig dat ik dat zo kon doen. En zij leefde er al mee, zeg maar. Elke zondag mee naar de koers. En die wist wat er voor gedaan moest worden. Ze had ook wel eens met een brommertje vooruit gereden, zeg maar, door weer en wind. Om mij mee te trainen, zeg maar, achter de brommer. Ja. Ik ben gestopt op 27-jarige leeftijd en ja, dan ben ik eigenlijk op het sterkst van hoe kunnen, zeg maar. En ik ben toen de tijd wel gestopt. Er is een aantal jaar overheen gegaan. Heb ik toch weer een keer een rentfiets gekocht, zeg maar. Ben ik toch weer een beetje gaan fietsen. Toen werd ik toch weer een beetje weer bezeten van het virus, wat er toch wel altijd in blijft zitten. En ik ben in 2014, zeg maar, ben ik de lokale recreantenwedstrijdjes die toen georganiseerd werden, ben ik toen weer gaan rijden. En ook weer met enig succes, zeg maar. En ik vond dat wel leuk. Dat was vooraf, zeg maar, voor de amateurwedstrijden waren die wedstrijden. En ja, dat was voor de oud-wielrenners en de lokale mensen waren daar de gelegenheden, zeg maar, om zelf ook actief aan een wedstrijd mee te doen. En ik vond dat wel leuk om dan weer een keer wij het kunnen laten zien, zeg maar, aan het lokale publiek. En ik hield er wel van. Ik vond dat wel leuk. Ja, dat ging nog redelijk goed. Ik had natuurlijk een dosis ervaring vanuit het verleden hoe het wielrennen in elkaar stak. En de kilometers waren niet al te ver, zeg maar. En ik train wel vrij fanatiek, moet ik zeggen, want als ik iets doe, dan wilde ik het wel goed doen. Dus ik trainde wel fanatiek. Ik ging weer naar de Achelse Kluis, ik trainde daarmee amateurs mee. Ja, en dan stellen die 40 kilometer of 60 kilometer die je dan rijdt, stellen dan eigenlijk niet zoveel voor. Maar het was gewoon leuk dat hij georganiseerd werd door de lokale vereniging en dat de lokale mensen dan ook de mogelijkheid kregen, zeg maar, om een keer het actieve wielrennen mee te maken. Ik heb die funklas heb gedaan, zeg maar, een aantal jaren. In 2014 of zo zijn we erin begonnen. Naar mijn weten was het 2014, denk ik. Ik was toen 50 jaar. Ja, toen begon ik weer te fietsen bij die funklas. Ja, dan begon het toch weer te kriebelen en dan wil je toch weer de wedstrijdjes winnen.
Ja, en dan kom je aan zo'n wedstrijd, en dan een lokale wedstrijd. En dan zie je zo'n Jan Peters die in de tijd van amateurs het verslag deed. Doet dan bij die funklas ook nog de wedstrijd. Ja, dat was gewoon terug in de tijd waar je dan ging. Jan was er enthousiast in en ik was enthousiast in het fietsen, zeg maar. En dan zat ik af en toe toch wel met mijn kippenvel op de fiets. Ondanks de leeftijd dan toch wel. Wat is het mooie aan het wielrennen? Ik denk, je moet ervan houden. Maar wat ik dan vind aan het wielrennen is het afzien. Het geeft je toch een bepaald karakter en het maakt je toch tot een bepaald mens, zeg maar, om keihard te kunnen afzien. En ja, dat is in het dagelijks leven moet je dat natuurlijk ook. Ik ben in 2017 ben ik geopereerd, heb ik prostaatkanker gehad, zeg maar. Daar is mijn prostaat verwijderd. En ik heb toen de tijd mijn eigen zo getraind om sterk door die operatie heen te komen. En ja, dat is wat je meekrijgt als je sportman bent. En je hebt altijd jezelf kunnen plagen, zeg maar. Dan kun je het opbrengen om zelfs in mindere tijden jezelf in shape te brengen, zeg maar, om een operatie goed te doorstaan. En ik heb die operatie ondergaan in Duitsland, een geweldig ziekenhuis waar ik geweest ben. Ze hebben me daar geweldig geholpen. Ik ben inmiddels 5 jaar verder en ik ben nog steeds vrij van kanker. Ik ben onlangs afgelopen maandag weer gecheckt in het ziekenhuis, zeg maar. Ik kan weer een aantal jaren verder. Nee, het huidige wielrennen volg ik niet meer direct, zeg maar. Ik ga nog wel de lokale wedstrijdjes hier in de omgeving, net als het Loo ben ik geweest kijken. Ik ga vaak nog eens naar Duizel kijken. Ja, een mooie wedstrijd waar ik zelf al eens gereden heb, dan ga ik nog wel eens kijken, zeg maar. Maar ik ken de huidige jongens, ja, dat is natuurlijk, we zijn 3-4 generaties verder. Ik ken die jongens niet meer en dan is het toch anders kijken naar het wielrennen. Nee, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik was vroeger amateur en mijn buurman destijds, die was helemaal gek van het wielrennen. En die kwam elke zondag reis die mij achterna. En die was op elke koers waar ik koerste, was hij. En als het in de zomer was het Tour de France of weet ik wat voor wedstrijd van de beroepsrenners. En dan hoorde ik bij hem, langs stond de tv aan en hij had voor de tv. En dan was ik achter mijn gras aan het maaien en dan riep hij, Jan, moet je het fietsen niet zien? Ik zei, nee, daar heb ik niks om. Nee, een beroepswielrenwedstrijd, ik keek er zelden naar. Het probleem bij mij was, ik kon er bijna niet bij wakker blijven. Ik sliep bijna, ik viel na 10 minuten, kwartier, viel ik in slaap. Nee, er zijn wel wat dingen veranderd en ja, ik krijg natuurlijk op de achtergrond wel wat mee. Ik heb me er niet zo heel erg in verdiept. Maar ik wel vind dat het huidige wielrennen, zeg maar, het is allemaal gerealiseerd. Vroeger, ja, dan kwam er een motor langs rijden en dan stond erop met krijtbord en dan stond erop hoeveel minuten dat je vooruit lag. Maar tegenwoordig rijden ze allemaal met oortjes in. Het wordt helemaal berekend. Wat ik net al zei, een klassieker duurt 200 kilometer. Ja, de ploegleider zit in de auto en er wordt een sein gegeven van jongens, we moeten nog zoveel kilometer, we rijden zoveel gemiddeld. Dus begin maar te rijden en net de laatste 2 kilometer voor de streep, zeg maar, wordt de jongens die heel dag hard gewerkt hebben, worden teruggepakt. En dan wordt de finale ingezet, zeg maar. En ja, dan heb je 200 kilometer je ballen eraf gereden, zeg maar. En dan word je bedankt op het einde. Dus dat vind ik een beetje het jammer van het huidige wielrennen. Dat het zo geregisseerd is. Vroeger moest je, bepaalde je zelf wanneer je ging rijden. En bepaalde je zelf wanneer je benen stil liet. En nu wordt daar vaak vanuit de achtergrond wordt gezegd, zeg maar, of aangegeven van nu is het tijd om te gaan rijden. Ik vind die oortjes, ja, in sommige wedstrijden zeker. Ik vind, het is niet een directe vervalsing van de koers misschien, maar ja, ik vind het wel jammer, zoals ik net al zei, dat als je de hele dag vooruit hebt gereden en je wordt dan de laatste kilometer teruggepakt omdat ze daar van achter aankomen stormen met 3-4 ploegen die dan het werk gaan opknappen voor de sprinter, zeg maar. En ze weten hoe hard het de kop rijdt en ze weten hoe hard het peloton rijdt, dus het is makkelijk uit te rekenen hoe hard het gemiddelde moet zijn. Ze hebben allemaal een computertje op het stuur zitten, dus ze weten precies, nou, 2 kilometer voor het einde pakken ze terug.
Ik was als wielrenner redelijk hard voor mezelf. Ik ben ook wel hard gemaakt, denk ik, door mijn vader. Ik heb in 1977 zijn ze bij ons thuis, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben met mijn vader alleen gaan wonen. Bij ons het hele huishouden, zeg maar, bij ons was wielrennen. Ik stond 's morgens op, ik ging werken en ik kwam 's avonds om 5 uur thuis. Dan stond mijn soep klaar, dan deed ik soep eten, dan ging ik trainen. Dan kwam ik thuis, dan ging ik douchen. Dan stond mijn andere eten klaar, zeg maar, mijn pasta en dergelijke. Dan ging ik op de bank zitten, ging ik even tv kijken. En om 9:30 en dan werd er geroepen door mijn vader van, het is tijd, jongen. En dan ging het licht aan de tv uit en dan gingen wij naar bed. En dan dat was rusten van een renner. En 's morgens om 7 uur zat ik weer in mijn werkbusje, zeg maar, om te gaan werken. En dat was mijn leven. Dat was werken, fietsen, slapen, werken, fietsen, slapen. Nee, ik heb wel de organisatie in de ronde van Bergijk af en toe een keer gesteund met, als gastchauffeur, zeg maar, van de ronde mis of van gasten. Maar ik heb ook niet die intentie gehad om jeugd te gaan begeleiden of trainen te gaan doen. Ik zelf niet actief handballen, maar mijn zoon is gaan handballen, zeg maar. En ik heb een tweetal jaar heb ik hem, het team naast de hoofdtrainer, zeg maar, de handbaltrainer, want er moet ook iemand zijn die handbaltechnisch onderlegd is, heb ik het team een beetje begeleid. En wat ik deed in de trainingen bij de handbal was vaak de eerste 10, 15 minuten de fysieke training. Dus de jongens wat krachttraining geven en dan daarna kwam dan de handbaltrainer, zeg maar, om het handbaltechnisch gedeelte te pakken. Maar handbal vind ik ook een mooie sport. Is erg veel actie, want het is, je bent in de handbalsport ben je en aanvaller en verdediger. Dus het is snel aanval, snel terug om te verdedigen. Dus dat is eigenlijk 30 minuten lang actie. Geweldig mooie sport om te zien, maar je moet het spelletje een beetje snappen om het mooie ervan te zien. Ja, dat is moeilijk zeggen. De meeste indruk op mijn leven. Ik zou sowieso niet direct iets kunnen zeggen of het nou met sport heeft te maken, zeg maar, of met het dagelijkse leven. Dus, wat dat betreft leef ik vrij simpel, zeg maar. Ik ben niet van de verre reizen of zo. Ik leef gewoon normaal, simpel. Ik doe mijn ding per dag. Ik ga werken. En in de weekenden ben ik een beetje met de sport bezig geweest en met mijn zoon met handballen. Maar ik doe ook thuis graag een beetje hobby en wat klussen. En het is niet echt dat ik. Ik kan niet zeggen dat ik echt spectaculaire dingen doe of heb gedaan, zeg maar. Van vroeger uit, zeg maar, dat was een Bernard Hinault, dat was een goede renner, vond ik wel. In die tijd in de Tour de France, die was sterk. Lance Armstrong de laatste jaar natuurlijk, ondanks wat er dan van uitgekomen is, zeg maar. Toch nog altijd petje af en chapeau, want ze doen het allemaal. En om dan toch nog die prestaties neer te leggen, dat vind ik toch wel knap. Nee, zijn wij nog iets vergeten? Nee, ik denk het niet. Het is voor mij al enige jaren geleden, zeg maar, dat ik nog actief in het wielrennen was. En ik heb dit gesprek, deze uitnodiging heb ik aangenomen om voor mezelf ook nog eens een keer op een rijtje te zetten wat het allemaal geweest was. Ik heb gisteren mijn fotoalbum nog eens een keer doorgenomen. En ik ben tevreden met wat het is. En, zo leef ik verder en zo, vrij simpel en zo. Dat vind ik goed. Hartstikke bedankt, Jan. Ja, graag gedaan.